gezien. To our valued guests, do take special care to supervise your children. Het is weer ochtend in Pretparkland. Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Nicky Steenhout heb ik het vandaag over een eerste reis naar Walt Disney World. Goedemorgen Nicky. Goedemorgen Erwin. Zeg Nicky, we kennen elkaar al lang. Hè? We kennen elkaar uit Europa Park eigenlijk, hè? Ja, klopt. We hebben elkaar... Ik heb u herkend in Arthur. Dus daar hoorde ik u spreken in de wachtrij. Dacht je, die stem ken ik? Ja, die stem ken ik, ja. En ondertussen contact gehouden. En vooral de reden waarom ik u uitgenodigd heb om in deze aflevering vanochtend in Pretparkland te spreken, is omdat jij afgelopen maand voor het eerst in je leven naar Walt Disney World bent geweest. Ja, klopt. Hè. We zijn volledig naar... alle parken in Orlando geweest. En dat was toch wel iets dat al op mijn bucketlist stond de afgelopen 3 jaar. We maken deze podcast al heel lang. En als we het over Walt Disney World hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd vanuit het standpunt van geroutineerde Orlando-bezoekers. En we dachten dat het eigenlijk best wel eens een leuk idee zou kunnen zijn om iemand aan het woord te laten die voor het eerst naar Walt Disney World is geweest. En hoe hij zo'n reis heeft aangepakt. Kun je eens vertellen, hoe zijn eigenlijk de plannen ontstaan om naar Orlando te gaan? Ja, een goede 3-tal jaar geleden waren er heel veel vrienden in mijn omgeving die dat toch al eens richting die plek waren geweest. En van daaruit ontstonden toch ook wel de kriebels om eens naar het Mecca, zeg maar, van de pretparkliefhebber te gaan. Voor alle duidelijkheid, oorspronkelijk waren je plannen dus om te gaan in 2020, het jaar waar de pandemie uitbrak. Je hebt het dan vorig jaar opnieuw geprobeerd, maar toen mochten we als Europeaan nog niet naar Amerika. En uiteindelijk heeft het tot afgelopen maand geduurd voor je die reis hebt aangevat. Hè? Wat wou je bezoeken? Meer dan alleen maar Walt Disney World, hè? Ja, klopt. Het was de bedoeling om het zo uitgebreid mogelijk te maken, omdat we toch eenmaal de vlucht zouden doen. Dus we hebben zowel Walt Disney World, Universal Studios en Islands of Adventure, SeaWorld en Busch Gardens gedaan. Heb je het helemaal zelf geregeld, die reis? Ja, zelf de vlucht geboekt, zelf gaan kijken. Ik heb 3 jaar de tijd gehad, dus ik heb zelf... ja, dus ik heb over de afgelopen 3 jaar wel kunnen gaan kijken van... Wat zijn de interessantste vluchten? Hoeveel tijd heb je nodig tussen je vluchten om jouw immigratiepapieren in orde te brengen? Via kennissen ook vernomen dat er interessante deals te vinden zijn om aan goedkopere pakketten te geraken, om al die parken eigenlijk te kunnen doen. En dus uiteindelijk heb je een reis geboekt voor afgelopen maand. Uiteraard, de maand april heeft niet de naam om een hele rustige maand te zijn in Orlando, hoor. Ja, dat leek eigenlijk eerst wel. Want toen wij onze vakantie hebben vastgelegd in oktober, had zowel Universal als Disney eigenlijk aangegeven dat het vrij rustig ging zijn. Omdat zij ook niet zo goed konden inschatten wat de pandemie ging doen op de capaciteit naar hun park toe. Maar we hebben duidelijk gemerkt, 2 weken voordat we vertrokken, dat Disney er goede moed in had. En dat alle druktecijfers wel enorm de hoogte inschoten. En ook de openingsuren waarschijnlijk. Ja, die zijn allemaal met een goede 2 uur verlengd. Als je zegt van ja, de druktecijfers, dan vermoed ik dat jij ook gebruik maakt van appjes zoals Touring Plans en zo, die we al eerder hebben aangeraden in de ochtend in Pretparkland. Ja, dat klopt. Touring Plans kende ik al van 2019 en had ik toen ook al een abonnementje opgenomen. Vrij goedkoop, zeker aan te raden. En daar kan je eigenlijk gaan opvolgen wat dat de geposte wachttijd is van de attractie door Disney of Universal zelf. En aan de hand van historische informatie kunnen zij gaan achterhalen van oké, dit is wat dat wij denken dat de wachttijd effectief gaat. Zijn wij echt gaan wachten? Meestal gaat Disney, zoals al eerder verteld, meer gaan posten op hun borden of in hun app. Van het zal 90 minuten zijn, maar in realiteit sta je er misschien maar 45 of 60 minuten in. Is het zo dat je heel veel gepland hebt voor deze reis? Nee, eigenlijk niet. Los van de parkreservaties die je daar dient te maken, heb ik eigenlijk zoveel mogelijk opengelaten. Ik heb zelfs geen dining reservations op voorhand gemaakt. Ik heb wel gaan bepalen van oké, stel dat die wachtrij heel druk is. Of er is een attractie gesloten op die dag dat jij in een bepaald park bent. Dat je dan wel bijvoorbeeld een fast lane zou kopen. Om toch die, het is 1 keer dat je daar bent en dan vind ik het uiteindelijk wel, ja, tegen beter weten in, de moeite om de portefeuille te trekken en de $15 eruit te halen.
Dat is misschien een stukje van het nieuwe systeem van Disney met Lightning Lanes en Genie Plus dat ik onderbelicht heb gelaten in mijn aflevering. Ik vertelde over mijn eigen bezoek aan Walt Disney World van vorig jaar. Daar heb ik een beetje zitten sakker op dat hele Genie Plus en zo. Maar één groot voordeel is natuurlijk wel, omdat je in tegenstelling tot het vroegere Fastpass Plus systeem niet meer Fastpassen al 60 dagen op voorhand hoeft vast te leggen, dat je nu eigenlijk min of meer zoals jij letterlijk kunt gaan vertrekken zonder heel erg veel plannen, misschien los van dining reservations, maar ook daar heb je nog altijd zeker voor een eerste bezoek voldoende mogelijkheden. Het huidige systeem laat denk ik in elk geval meer ad hoc bezoeken toe dan vroeger het geval was. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Vroeger was je eigenlijk, en zo heb ik mijn eerste reis in 2019 voor 2020 in het oude systeem nog kunnen plannen. Ik had mijn fastpasses allemaal gereserveerd. Ik had mijn diningreservaties ook allemaal gereserveerd. Ik stond klaar aan mijn computer ongeveer om 12 uur 's middags om ze allemaal vast te leggen. En die stress is je aan de ene kant nu wel ontnomen. Daar moet je niet mee bezig zijn. Die stress wordt voornamelijk nu verplaatst naar je bed 's ochtends om 7 uur. Ja, want inderdaad, je was ook resortgast. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je er als de kippen bij wil zijn elke ochtend om die felbegeerde individual selections te boeken als je die eventueel wil gebruiken, hè? Ja, het is zeer gek eigenlijk om te zeggen, want mijn klok stond ongeveer 10 minuutjes voordat die reservatie openging. En vanaf het moment dat je wilt boeken, dan is het refreshen en dan zie je inderdaad het slot dat vrijkomt. Bijvoorbeeld voor Rise of the Resistance had je dan een slot bijvoorbeeld om 11:15. Ik klik die aan en op het moment dat ik hem effectief wil afrekenen, ziet dat slot al meteen om 4:45 in de namiddag. Dus het gaat er op 5 minuten volledig door. Dus ik vrees dat Disney hier toch wel aan het langste eind lijkt te trekken en dat alle gasten eigenlijk bereid zijn om die $15 toch te leggen. Ja, vooral alle resortgasten, want als jij niet in een Disney Resort slaapt, dan heb jij die mogelijkheid niet waar je nu over vertelt. Hè. Dan kun je eigenlijk pas die individual selections gaan boeken zodra de parken open gaan. Maar dat betekent bij de drukkere attracties en vooral in drukke periodes zoals jij bent geweest, dat alles een beetje uitverkocht is tegen het moment dat de poorten van de Disney parken open gaan voor de gewone bezoeker. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus de individual lanes, die zijn inderdaad ongeveer rond 6:50 door de meeste resortgasten opgekocht. Genie Plus eigenlijk, om daar eventjes op verder te gaan, omdat het toch een zeer vergelijkbaar systeem is. Heb je ook elke dag gebruikt? Nee, absoluut niet. Enkel voor twee parken. Enkel voor Magic Kingdom en voor Hollywood Studios. Het is eigenlijk zo dat als 's ochtends voor Genie Plus vind ik het net iets ingewikkelder, want je wordt eigenlijk eerst verwacht 's ochtends pas de Genie Plus aan te kopen. Dus dat kan je ook pas doen op het moment dat de reservaties opengaan. En daarna moet je nog snel zijn en op voorhand ook al heel goed weten welke eerste selectie dat je wilt maken en wat jouw eerste Lightning Lane zal zijn. Ja, absoluut. En daar heb je goede selecties in, maar daar heb je ook waardeloze selecties in. Dus je wil wat dat betreft misschien toch een beetje ingelezen zijn eigenlijk. Hè? Ik zie bijvoorbeeld hier dat je je Lightning Lane selections gescreenshot hebt van je dagje Magic Kingdom. Wat heb je van attracties via Disney Plus gedaan die dag? Oh, met Genie Plus is het zo dat ik Jungle Cruise heb genomen, Splash Mountain, Under the Sea, Haunted Mansion en It's a Small World op het einde. Dus 5 attracties. Dus eigenlijk heb je $3 per attractie betaald extra bovenop je toegangskaartjes. Ja, maal 2, met uiteindelijk het aantal mensen dat je er bent, inderdaad, ja. En je hebt ook nog, zie ik, een individual selection gekocht voor Seven Dwarfs Mine Train. Klopt, omdat de rit is eigenlijk vrij kort. Het is een felbegeerde attractie, je staat er ontzettend lang voor in de rij. En vaak de kortste rijen zijn het moment dat je het vuurwerk kan zien buiten. Ja, en als je daar maar één keer bent, is dat toch iets dat je zelf wilt gezien hebben, ja. Right. We zijn eigenlijk al heel diep in de materie gedoken, maar voor alle duidelijkheid misschien eerst eens vertellen over je reis ernaartoe. Hoe is je reis verlopen vanuit België? Ik bedoel, we zijn nog altijd een beetje in coronatijdperk. Er zijn nog altijd een paar beperkingen aanwezig, zoals de verplichting om een negatieve coronatest af te leveren om naar Amerika te kunnen vliegen. Hoe was dat? Zeer spannend, want ik had eigenlijk coronaverschijnselen de week voor ik vertrok. Oei! Ja, effectief. En ik was volledig in paniek. Ik was echt niet goed op dat moment. Dus een hele hoop zelftests gaan halen. Elke dag getest. Altijd negatief. Is sowieso een hele goede tip, want die zelftests zijn bijna niet verkrijgbaar in de winkels in Amerika. Dus als je naar Orlando trekt of gewoon naar de Verenigde Staten tout court, haal in elk geval een paar zelftestjes in huis die je kunt meenemen op reis.
En een kleine tip, als je dan toch naar de VS moet vertrekken. Als je merkt dat je op zelftests gaat negatief testen, is het even valide om met een antigeentest naar de USA te gaan. Je hoeft niet per se een volwaardige labo PCR-test te doen. Het is dus voor Orlando prima om een antigeentest, wat dat eigenlijk neerkomt op iemand gecertificeerd, dat kan zeggen van oké, ja, Nicky is negatief, dus Nicky mag gaan, dat is oké. En die kan niet zo ver gaan testen als de PCR-test. Had je in je planning eigenlijk rekening gehouden met het feit dat je positief zou testen? Nee. Omdat de meeste plekken waar wij verbleven waren on property. Dus zowel bij Disney als Universal hadden we dat geboekt. Dus die kon je niet meer gaan annuleren? Nee, dat klopt. Disney houdt er niet van om last minute hun on-property hotels door corona dan of door een besmetting te gaan annuleren. Maar goed, het goede nieuws zit aan de andere kant van je vakantie naar Orlando. Je bent in Orlando geweest. Je bent begonnen bij SeaWorld. Ja, klopt. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Wij hadden eigenlijk eerst een dagje na de landing om een eventuele jetlag te verwerken. Wat ik trouwens ten eerste kan aanraden, je bent moe. Ja, het is een klassieker dat herhaald wordt, maar toch de adrenaline dat je hebt van het moment dat je in Orlando bent, ja, wilde eigenlijk gewoon naar die parken gaan. En ik denk dat het een goede tip kan zijn om qua thematisatie en kwaliteit, als ik het zo mag noemen, vanaf onderaan op te bouwen naar, toch wel, als ik dat al op voorhand mag spoilen, naar Disney. Het is al een tijdje geleden dat ik nog in SeaWorld geweest ben, maar toen ik vroeger naar Orlando ging en daar de meeste parken bezocht, was SeaWorld ook altijd om die reden het eerste park die ik in de reis inplande. Omdat je eigenlijk, ik ga niet zeggen dat het minste park is, want sowieso staat SeaWorld hier en het is een van de topparken in Europa. Maar binnen Orlando bouw je op vanaf SeaWorld, hè? Ja, klopt inderdaad. En SeaWorld zou inderdaad later op de planning hebben gestaan, net voordat we naar Universal op het einde zouden gaan. Maar we hebben dat als eerste gedaan omdat we de flexibiliteit hadden van een 14 dagen ticket te hebben voor SeaWorld, Busch Gardens en Universal samen. Dat is zo'n ticket die je via zo'n Britse tour operator kunt kopen, hè? Ja, klopt. Kom je trouwens veel goedkoper mee uit dan je alles rechtstreeks zou boeken. Je moet het maar gewoon eventjes googlen en je komt sowieso wel op een website terecht waar dat de pakketjes eigenlijk worden verkocht. En SeaWorld? SeaWorld, wij hebben daar heel veel geluk gehad. Wij kwamen op een bijzonder rustige dag in SeaWorld terecht. Ik hield me al vast aan de expresspassen dat u naar de oren werden geslingerd. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. De meeste coasters dat we hebben kunnen doen, waren tussen de 5 en de 20 minuten wachten. Het enige waar je het langste eigenlijk waar je mee bezig was al je spullen in een lockertje te duwen. Dat klopt, want dat moet iedere keer natuurlijk, hè? En in tegenstelling tot bij Universal, is het bij SeaWorld niet gratis. Dus je gaat effectief, ofwel per opening van jouw locker, ga je een tweetal dollar betalen. Of je, zoals wij hebben gedaan, je kan kiezen om eenmaal $10 te betalen. En je kan diezelfde locker dan, met een code dat je intypt in de kiosk waar dan je hem koopt. Met diezelfde code kan je dan telkens jouw locker gaan verhuizen, zeg maar, van attractie naar attractie. Dus die onthoudt eigenlijk dat je betaald hebt, gekoppeld aan die code. Oh, je moet dus niet naar dezelfde fysieke locker teruggaan. Je kunt dus telkens een locker op een andere plek gebruiken. Voor het instappen, na het instappen, moet je telkens eventjes die lockers opzoeken. Die zijn niet altijd meteen naast de attractie of in de buurt van de attractie. We zijn wel in de buurt van de attractie, maar ik bedoel, je bent daar toch telkens wel wat tijd mee kwijt. Betekent ook dat jij onder andere de nieuwe coaster in SeaWorld gedaan hebt, Icebreaker. Hè? Een soort Fury-achtige achtbaan, is het niet? Ja, klopt inderdaad. Buiten dat, bij Fury heb je wat meer vrijheid in hoe dat jij zit. En bij Icebreaker ga je wel merken dat de plaats waar dat je zit veel compacter is dan dat wij als gemiddelde Europeanen gewend zijn. Omdat jouw knieën eigenlijk mee, zoals bij RMC-coasters, mee worden ingepakt, zeg maar, binnen het coasterzitje. Dus je mag al niet te breed zijn om er eigenlijk al in te geraken, want zelfs die ruimte is totaal niet zo groot. Dat is voor een Amerikaans park wel een hele bizarre keuze. Vonden wij eigenlijk ook. Voornamelijk omdat het zo is dat in Amerikaanse parken volg je in de wachtrijen. Kunnen gewoon mensen met een fysieke beperking volgen gewoon de wachtrij mee. Gaan niet via de uitgang binnen. Waar je dus kan hebben dat er iemand voor jou met een rolstoel of dergelijke door de wachtrij gaat. En om die mensen daarin te plaatsen vergt toch wel wat tijd. Maar al wel een toffe coaster? Een zeer leuke coaster. Heeft op sommige stukken best wel wat G-krachten. Maar laat ons zeggen dat ik het niet de topattractie vind van SeaWorld. Wat is de topattractie van SeaWorld? Voor mij was dat Manta. Ja, absoluut. Die is geweldig. Dat is de flying coaster. Dat was een van de eerste flying coasters van B&M trouwens, die ik ooit heb gedaan.
Ja, klopt. Het heeft twee stations, zoals de meeste flying coasters van B&M. En een vrij speciaal element vlak na de drop, waardoor dat je eigenlijk eerst omhoog gaat, in liggende positie natuurlijk, en je dan helemaal naar beneden duikt, volledig doorrolt naar achter, en helemaal terug omhoog gaat, om dan weer weg te draaien. Ik vind dat het meest intense element van alle achtbanen in heel Orlando. Ik ben al redelijk qua coasters gewend, maar dat was wel het moment waar ik echt wel een soort van zware gevoel in mijn kaken begon te krijgen. Iets wat ik nog niet veel ervaren heb bij de Europese coasters. Je bent begonnen bij SeaWorld en dan heb je iets gedaan wat ik nooit zou doen. En dat is, dan ben je naar Walt Disney World verkast. Mijn advies zou zijn altijd van save the best for last. Maar nee, toen ben je naar Walt Disney World geweest. Om welke reden? Ja, het was namelijk zo dat, zoals je al aangaf, dat er in het latere stukje van april, het eigenlijk Pasen, Spring Break nog altijd, is in Amerika. In het begin van de maand april gaf Disney eigenlijk via de Ierse website, dus waltdisneyworld.ie, gaf eigenlijk een hele goede pakketdeal. En die was er niet meer op het laatste deel van onze reis. En vandaar dat we die voornamelijk door ja, echt wel een hele goede deal te zijn, meer naar de voorkant hebben moeten plaatsen en die als eerste hebben moeten doen. Je bent gaan logeren in Pop Century, hè? Ja. Waar die keuze? We hadden eerst voor de All-Star Resorts gegaan, omdat we hadden het on-property gevoel wel hebben. We wilden in de bubbel blijven. Want vooral, dat hebben we nog niet gezegd, je had geen huurauto, hè? Nee, we hebben alles met Uber gedaan. Ja. En één keer dat je in Walt Disney World zat, uiteraard met de boten, de monorails, de bussen en de Skyliners, want die heb je natuurlijk ook bij Pop Century van Disney zelf. Ja, je geeft daar inderdaad al een beetje het antwoord voor waarom Pop Century. We zijn daarna van onze beslissing teruggekomen, we hebben naar Disney contact opgenomen en we hebben gevraagd om de upgrade te doen naar Pop Century. Vanwege de Skyliner eigenlijk in het midden van Hourglass Lake, waar aan de overkant Art of Animation zich bevindt. En vooral duidelijkheid, die Skyliner, voor de mensen die het niet weten, dat is de kabelbaan die een aantal jaren geleden geplaatst is in Walt Disney World. En die eigenlijk een aantal hotels, waaronder Pop Century, verbindt met Epcot en Disney's Hollywood Studios, hè? Ja, correct. Dus je vertrekt eigenlijk vanaf Pop Century, of toch in het midden van het meer. Je gaat eigenlijk helemaal door tot aan Caribbean Beach. En vanaf daar heb je eigenlijk een hub waar je twee kanten uit kan. Je kan daar zowel naar Epcot gaan, of je kan verder doorgaan naar Hollywood Studios. En dat is toch echt wel een hele luxueuze verbinding. Hè? Als jij vanuit Pop Century naar ofwel Disney's Hollywood Studios moet of naar Epcot, dan is het maar een kabelritje verwijderd. Op 10 minuten bij er, hè? Ja, absoluut. En het gaat vooruit. Je wacht niet lang. Het is ook een heel aangename rit om in te zitten. Omdat je hebt het uitzicht. Je vliegt over Walt Disney World, zeg maar. En dat zijn toch wel dingen dat je niet meemaakt wanneer je een busritje langs de autowegen binnen Walt Disney World maakt. Nee, inderdaad. Hoe is het hotel bevallen? Heel goed eigenlijk. De kamers zijn nog niet zo lang geleden gerenoveerd geweest. Ik had echt wel het gevoel, ook al wordt het als een value resort geplaatst. Ja, je hebt in Disney, Walt Disney World heb je eigenlijk drie categorieën in kwaliteit van resorts. Je hebt het value resort, je hebt moderate resorts en je hebt deluxe resorts. En wij zijn voor een value resort gegaan, dan met de Skyliner erbij. Vooral duidelijk, voor een eerste bezoek denk ik ook dat een value resort absoluut een goede keuze is. Omdat zeker voor een eerste bezoek je vaak het grootste deel van de tijd die je in Walt Disney World zult doorbrengen, dat bij wijze van spreken in de parken zal zijn en veel minder in je resorts. En naarmate je vaker naar Walt Disney World gaat en ook meer tijd op je resort gaat doorbrengen, ga je op dat moment denk ik ook voor wat duurdere resorts gaan kiezen. Maar voor een eerste bezoek zou ik ook een value resort echt aanbevelen, hè? Ja, klopt inderdaad. In die eerste dagen dat we daar verbleven waren het voornamelijk parkdagen. En je komt eigenlijk niet vaak terug naar jouw resort, omdat je altijd een vrij grote, desondanks de Skyliner, heb je altijd een vrij grote afstand af te leggen. Omdat de Skyliner stopt niet per se in het park. De Skyliner stopt vaak, in dit geval aan de achterkant van Epcot. Dan moet je nog altijd wandelen naar Epcot toe. Of in het geval van Hollywood Studios eindigt die gewoon op de parking en moet je nog altijd door de ingang naar Hollywood Studios gaan. Ja, en bovendien is het ook zo, je kamer in je hotel is ook niet meteen naast het station van de Skyliner natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar dat viel in ons geval waren we wel vrij goed gepositioneerd om geen te lange afstand te moeten wandelen. Alright, jullie eerste dag zijn jullie naar Epcot geweest, hè? Waarom was dat? Opbouwen ook weer. Dat vind ik heel fair ten opzichte van Epcot, hè? Want ik vind Epcot echt een fantastisch park.
Ja, begrijp ik. Epcot is een van de grootste, qua oppervlakte dan, parken binnen Walt Disney World. Merk je ook, je kan evenveel bezoekers in alle parken gaan plaatsen. Je gaat merken bij Epcot dat je een veel openlijker, ruimtelijker gevoel hebt, waar je dat minder druk gaat aanvoelen dan je de andere drie parken gaat hebben. Waarom Epcot? Ik wou nog niet met de grote attracties waar ik op aan het wachten was direct beginnen. Ik wou eerst even de sfeer opnemen, een beetje genieten van wat Walt Disney World te bieden heeft. Het is ook een ideale plek om lekker te eten. Je hebt heel veel keuze rondom het meer, rondom World Showcase. Heb je allemaal paviljoenen. En in die paviljoenen zijn allemaal genoemd naar de verschillende landen in de wereld. En die hebben dan ook hun eigen specialiteit qua eten. Waar je dan 's middags, 's avonds of doorheen de dag iets kan gaan eten. Hoogtepunt van Epcot voor jou? Harmonious. Harmonious, het nieuwe vuurwerkspectakel. Ja, toch wel. Je hebt natuurlijk Illuminations nooit gezien, hè? Ik heb Illuminations buiten Parijs nooit gezien. Dat is geen Illuminations, hè? Nee, inderdaad. Nee, ik heb Illuminations nooit gezien. Ik ben Parijs gewend. De meeste mensen dat voor de eerste keer naar Orlando zullen trekken, zijn ook Parijs gewend. En de kwaliteit of de show daar. En als je dat gewend bent, dan kom je voor de eerste keer in Walt Disney World bij Harmonious. Dan zie je voor het eerste vuurwerkshow met vuurwerk eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. De eerste 5 seconden worden er gelijk 5 vuurwerkpijlen afgeschoten. En dat zijn er ondertussen al 6 meer als in Parijs. Dus dat kan alleen maar beter worden, hè? Harmonious. Ik moet eerlijk zeggen, ik had heel veel negatiefs gelezen over die show. En uiteraard, je hebt de kritiek van een aantal mensen dat die grote installaties op World Showcase Lagoon doorheen de dag het uitzicht daar enigszins ontsieren. Maar toen de show uiteindelijk begon, moet ik eerlijk toegeven dat ik er wel echt ontzettend van genoten heb. Meer trouwens dan van Enchantment in het Magic Kingdom. Maar ik vond het echt een hele toffe show. En die soundtrack staat ook op Spotify. Vind ik echt heel sterk. Ja, ik vind het draait eigenlijk allemaal om Disney-klassiekers die in een hoger ritmisch jasje zijn gestoken. En daarop, zoals Aquanura bijvoorbeeld, de watershow in de Efteling, heb je verschillende plateaus zeg maar, in het water rondom één centrale koepel in het midden, waar dat verschillende armen opstaan die dat vrij kunnen bewegen, met daarop sproeiers, lasers, projectie, er kan vuurwerk uitgeschoten worden. Alles bij elkaar, het lichtspectakel, het vuurwerk, het water en de muziek zorgen eigenlijk voor een hele mooie show. Ja, het is heel indrukwekkend. Ik denk niet dat het de beste avondshow is die ik zelf al gezien heb, maar het is vooral heel indrukwekkend. Ik denk niet dat iemand naar buiten wandelt met het idee van dit was een besparing als het aankomt op het gebied van vuurwerk of zo in vergelijking met Illuminations. Nee, er is veel meer vuurwerk in deze show dan ooit voorheen. De volgende dag heb je weer die Skyliner gepakt en dan ging je naar This is Hollywood Studios. Ja, klopt. Omdat ik stond al van in Epcot een beetje te popelen om eindelijk naar Galaxy's Edge te gaan. Rise of the Resistance en Smuggler's Run. Vooral duidelijk, dat zijn dus de twee Star Wars attracties in het nieuwe Star Wars gebied. Helemaal achterin Disney Hollywood Studios. Ben je ook een Star Wars liefhebber? Ja, toch wel. Ja, ik heb alle films gezien, ja. En dat betekent dus voor de tweede dag op rij dat je eigenlijk niet eens gezellig kon uitslapen, maar je weer je wekker ergens om 6:30 ochtends hebt moeten zetten om zeker een individual selection te kunnen scoren. Natuurlijk, als je naar daar gaat en je ziet al vanaf thuis in het achterhoofd met ik wil heel graag de nieuwe attractie, toptechnologisch, Rise of the Resistance, de nieuwe Star Wars attractie gaan doen. Ja, dan willen die ook wel gedaan hebben. Is heel... Maar vind je dat echt waar? Want je hebt daar 1000 euro's uitgegeven voor een vakantie in de Sunshine State van Florida. Je hebt ook heel goed weer gehad, vertelde je. Maar dan is er geen enkele dag dat je gewoon kunt uitslapen in Walt Disney World. Ja, maar de recuperatiedagen waren iets later eigenlijk ingepland. We hadden een fris lichaam, een fris hoofd. Ik spreek voor mezelf dat ik dat minder erg vond. Mijn partner vond dat iets minder leuk. Maar je wekker zet je om 6:50 en dan hopen, het is dan nog maar hopen dat je snel genoeg bent om een selectie te kunnen maken. Was je snel genoeg? Ja, toch wel. Dus we hebben voor de avond heb ik de Lightning Lane selectie kunnen maken voor Rise of the Resistance. $32 weggetikt. Ik vind dat veel geld. Ja, dat is inderdaad veel geld. Maar als je erover nadenkt en je gaat dan naar daar... In vergelijking met de rest van je bedrag die je al uitgegeven hebt, is het niks bijna. Hè? Nee, dat klopt inderdaad. Ik ben eigenlijk ook blij dat we het hebben gekocht. Want diezelfde dag is hij eigenlijk ook in pannen gevallen. En nog beter zelfs, het moment dat we erin zaten, zijn we geëvacueerd. Ja, inderdaad. Dat moet je eens vertellen. Je bent op een bepaald moment stilgevallen bij Kylo Ren, was het zeker, hè?
Ja, op een gegeven moment in de attractie gaat Kylo Ren aanvallen en steekt hij zijn lightsaber door het plafond. En zie je, dat is een heel knap effect, zie je de lightsaber eigenlijk een scheur maken in het plafond terwijl je eronder doorrijdt. En op dat moment ineens stopte het karretje met rijden en hoorden wij een castmember afroepen dat de attractie in noodstop is gegaan. Op dat moment bevind je je eigenlijk op de tweede verdieping van de attractie eigenlijk, hè? Je bevindt je eigenlijk al op een redelijk later tijdstip in de attractie, als ik dat mag vertellen. Je bent al op het tweede verdiep, op het bovenste verdiep meer zelfs. Net eigenlijk voordat je verder doorrijdt naar de escape pods die jou terug naar beneden brengen. Ze hebben de attractie niet meer aan de praat gekregen. Nee, klopt. Na 20 minuten, want er zijn heel veel veiligheidsprocedures, ze mogen niet zomaar in de attractie gaan wandelen. Die attractie is enorm geautomatiseerd. Er zijn ook heel veel elementen die op hun eigen bewegen binnen hun eigen computersturing. En een castmember mag niet zomaar de attractie gaan betreden met het risico dat die wordt aangereden of aangeraakt door een van die elementen dat totaal geen rekening houdt met personen of met objecten dat daar niet horen te zijn. Ja, want er zijn ook van die kanonnen die daar uit de muren heen en weer bewegen natuurlijk. Dat zijn best wel grote decorobjecten, mocht je in één keer tegen jou aankrijgen, hè? Ja, absoluut. Dus na 20 minuten pas kwam daar een castmember naar boven om ons uit het bakje eigenlijk te halen. En op dat moment werd ook wel gezegd van, kijk mensen, we gaan via backstage de attractie verlaten. We benadrukken ook uitdrukkelijk dat het filmen, nog fotograferen van backstage verboden is. En de gsm moest ook volledig in de zak verdwijnen. Vertel ons, hoe ziet de backstage van Rise of the Resistance eruit? Zo mooi als de attractie en zoveel geld als er in de attractie is gestoken qua thematisatie van de zichtbare onderdelen voor de bezoeker, zo weinig is er uitgegeven aan de achterkant. Er is, naar mijn mening en naar Europese manier van bouwen, niets afgewerkt aan de backstage. Het is gewoon een witte fabriek waar je door wandelt. Right, maar Nicky, je hebt $16 uitgegeven om door Rise of the Resistance te gaan wandelen. Oké, dat zou ik er nog wel voor over hebben, eigenlijk. Maar neem het serieus, voor de gemiddelde bezoeker die backstage wandelingen niet zo interessant vindt, hoe heeft Disney dat opgelost? Maar van het moment dat je eigenlijk geëvacueerd wordt en je zit effectief al in de attractie zelf en je wordt eruit gehaald, dan gaat Disney er eigenlijk voor zorgen dat je op eender welk moment van de dag kan terugkomen door middel van een, ja, zoals vroeger, een fastpass. Hoe deed Disney dat dan? Ja, ze scannen eigenlijk mijn Magic Band en vanaf dat moment werd het eigenlijk gekoppeld aan de app binnen My Disney Experience. En konden we op die dag, en je hoort hem misschien al aankomen, konden we de attractie terug betreden zonder te wachten. Alleen, je vertelde net, het was al rond 8 uur 's avonds of zo. Ja, klopt. Dus het park ging eigenlijk van het moment dat we eruit waren 20 minuten later sluiten. Maar toch, desondanks dat ik het vroeg aan de castmember, van ja, ga je eigenlijk, kunnen we die nog gebruiken vandaag? Zeiden gewoon, ja, tuurlijk, we gaan gewoon de attractie opnieuw opstarten. Vandaag nog. Heb je die dan diezelfde dag nog gedaan? Nee. Wij hebben besloten op dat moment om naar guestservice te gaan, aan de voorkant van Disney's Hollywood Studio. En daar eigenlijk gevraagd om die fastpass te verplaatsen naar een andere dag, eventueel in de namiddag dan attractie met een parkhopper te komen doen. En dat was geen probleem? Daar maken ze absoluut geen probleem van. Als er één ding is dat ik geleerd heb van mijn verblijf in Disney, is dat Disney niet graag nee zegt. Nee, want je hebt een aantal hele goede ervaringen meegemaakt met guest services, hè? Ja, klopt. Guest services heeft in heel veel gevallen eigenlijk mijn vakantie toch een heel stukje beter gemaakt. Zoals ik zelf al in het begin aangaf, ik heb geen reservaties qua dining gemaakt. Ik heb ook verder ook geen andere reservaties gemaakt. Ik wou vrij zijn en ad hoc op het moment zelf kunnen beslissen van wat ik wou doen en wanneer ik dat wou doen. En ik ben eigenlijk altijd naar in de app zelf gaan kijken van, kijk, kan ik qua dining ergens terecht? Ja, nee. Indien nee, kan ik nog altijd even naar guest services gaan. En vreemd genoeg hebben zij vaak slots dat wij in de app niet kunnen zien. Ja, maar dat vertelde je. Je wou naar Space 220, het restaurant bij Mission Space in Epcot. Daar is het quasi onmogelijk om maanden op voorhand een reservatie te krijgen. Je bent naar guest services geweest en die hebben dat gewoon voor jou geregeld. We hebben daar inderdaad rond de middag gevraagd, rond 12 uur, van kijk, hebben jullie nog plaats voor 2 personen? Ze zeiden van ja, nee, dat niet, maar kom binnen een half uurtje nog even terug en dan kijken we even of daar nog iets aan te doen valt. Zo gezegd, zo gedaan. We zijn teruggekomen en op dat moment bleek er een half uurtje later een plekje voor 2 te zijn. Dat is wel een hele grote luxe. Je hebt op een bepaald moment zelfs voor 2 parken tegelijkertijd een reservatie gehad op je telefoon. Dat liet je mij daarnet zien. Ja, klopt. We hebben eigenlijk
stomweg een soort van workaround of een, ja, een soort bug in het systeem, in het reservatiesysteem van Walt Disney World gevonden. Het is namelijk zo, hebben wij ontdekt, dat wanneer dat je zelf een reservatie maakt, je altijd maar één reservatie tegelijk kan hebben in je app. Per dag, per park. Klopt inderdaad. Wat hebben wij gemerkt? Dat wanneer een castmember, in dit geval iemand bij Guest Services, een reservatie voor jou maakt en die koppelt in jouw My Disney Experience applicatie, dat het eigenlijk zo is dat dat niet jouw slot per se hypothekeert. Wat dus wil zeggen dat jij bijvoorbeeld voor één dag een reservatie vanuit Guest Services van Magic Kingdom hebt gekregen, omdat je het gevraagd hebt. Maar ook voor diezelfde dag, als er bijvoorbeeld een plekje in Epcot vrijkomt, je voor diezelfde dag gewoon nog een extra reservatie van Epcot kan maken. Dus eigenlijk hebben Guest Services wel behoorlijk wat meer rechten binnen dat My Disney Experience systeem dan je als bezoeker hebt. Ja, dat is ons inderdaad wel opgevallen, dat Guest Services aan heel veel dingen aan de achterkant van die app kunnen manipuleren om jou toch jouw dag eigenlijk beter te maken, desondanks dat de app jou zegt, het gaat niet. Was Rise of the Resistance dan ook je hoogtepunt in Disney's Hollywood Studios? In Disney's Hollywood Studios wel. Het tweede hoogtepunt voor mij was wel Mickey en Minnie's Runaway Railway. Een hele leuke attractie die ik nog nergens voordien heb kunnen doen. Kun je ook nergens anders ter wereld doen. Wordt op dit moment ook gebouwd in Disneyland in Anaheim. Is een trackless ride die een beetje verbergt voor het grote publiek dat een trackless ride is, hè? Ja, klopt. Hè. Wanneer je in het station instapt, vermommen de bakjes zich eigenlijk als een treintje. Sluiten ook via allemaal mooi aan elkaar aan. Maar op een gegeven moment verlaat je het station. Er gebeurt een explosie waar dat Goofy een fout maakt. En op dat moment vliegen eigenlijk alle treinonderdelen uit elkaar. En alle bakjes, met alle mensen in, gaan eigenlijk alle verschillende kanten uit. De effecten dat zij toepassen, meestal ga je een 3D-bril in Florida aangesmeerd krijgen voor attracties te doen. En daar is dat niet het geval. Je komt eigenlijk in een soort, ja, 3D-wereld, stripwereld terecht, waar de alle figuurtjes zijn getekend. Maar toch bewegen ze en zijn ze allemaal geanimeerd. En de manieren waarop dat ze dat doen, zijn echt wel ongelooflijk. Volgende dag stond Animal Kingdom op het programma. Ja, klopt. Kon natuurlijk niet achterblijven. We hadden dat gepland voor een halve dag te gaan doen. Waarom? Omdat we in de middag een dining-reservatie hadden bij Sanaa in Animal Kingdom Lodge. Hoe is Animal Kingdom bevallen? Een zeer sfeervolle park. Heb je geen spijt van dat je er niet meer tijd hebt doorgebracht? Eigenlijk wel, ja. Dan heb je ook Pandora niet in het donker gezien. Nee, ik heb Pandora niet in het donker gezien. En daar baal ik eigenlijk wel een beetje van. Want ik heb wel gemerkt van vrienden en kennissen dat enorm de moeite moet zijn om gezien te hebben. Je hebt ook Kilimanjaro Safaris niet gedaan. Nee, we konden niet. Er was het was een enorm hete dag ook. En er was een ellenlange wachtrij van 120 minuten. Ja, dat is een beetje wel een nadeel. Sanaa is een geweldig restaurant waar je echt met uitzicht over de savanne, met uitzicht op dieren, heerlijk kunt gaan eten. Maar als je zo'n restaurantreservatie overdag hebt, dan zorgt dat wel voor een gat in je dag eigenlijk, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Maar om daar eventjes op in te pikken, onze Sanaa-reservatie hadden we op voorhand ook niet gemaakt. En om even terug te gaan naar onze guest services, 's ochtends zijn we naar, en ik ga hem nooit vergeten, hij heet Danny, geweest. En die heeft alles uit de kast getrokken om ons toch een reservatie bij Sanaa te kunnen bezorgen. Ik liet hem ook even weten dat de individual selection voor Rite of Passage volledig uitverkocht was op dat moment. En we ook maar een halve dag door onze reservatie in Sanaa in Animal Kingdom konden verblijven. Dus hij had de reservatie van Sanaa uiteindelijk rondgekregen. Had ons een mooi uur kunnen bezorgen om naartoe te gaan. En dan, helemaal uit het niets, zei hij gewoon, kijk hier. Kijk in jouw My Disney Experience app. Ik heb jou 2 gratis individual selections gegeven met een onbepaalde tijd vandaag voor Rite of Passage. Wauw. Ja, dat was echt wel mijn magisch moment. Dat is toch een reden waarom je naar Disney World gaat, voor dat soort magical moments eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Dat is een moment dat ik niet snel zal vergeten en heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat we los van Kilimanjaro Safaris eigenlijk het meeste van Animal Kingdom hebben kunnen doen. Ja, want laten we heel eerlijk zijn, als je niet van plan was om 's middags nog terug te keren naar Animal Kingdom, dan had je misschien geen Flight of Passage kunnen doen. Dat was geen optie. Dat ging je wel teruggekeerd zijn. Ja, we zijn ook sowieso nog wel teruggekeerd.
We zijn dan 's ochtends begonnen met Dinosaur en daarna doorgegaan naar Navi River Journey, wat dat een ongelooflijk knappe darkride is, met een van de mooiste animatronics, de Shaman, die je in Walt Disney World kan terugvinden. En dan heb je natuurlijk ook Flight of Passage gedaan. Wat vond je van Flight of Passage? Ja, het is toch mijn meest indrukwekkende attractie van Walt Disney World. Ja, hè? Ja. Ik bedoel, zelfs na Rise of the Resistance moet ik toegeven dat ik nog altijd helemaal bovenaan in mijn lijstje Flight of Passage heb staan. Ja, desondanks dat ik Rise of the Resistance qua techniek een veel knappere attractie vond qua hoe dat alles samenwerkte, vond ik Flight of Passage meer een wauwgevoel geven vanaf het moment dat de flikkeringen in je ogen langskomen en je echt op die... Banshee of Ikraan wordt die genoemd in het Navi, geloof ik. Banshee, inderdaad. Bent aan het vliegen. Is toch wel een ongelooflijk gevoel. En vanaf het moment dat je dan aan het vliegen bent, iets dat mij dan ook heel hard opvalt, dat ze heel hard met geuren werken. Dus dat samen met de watereffecten zorgen er eigenlijk wel voor dat het heel geloofwaardig overkomt. Ja, dat is een fantastische, fantastische attractie. Hoe was Sanaa trouwens? Heel lekker, heel lekker. De bread service of voldoet echt wel aan alle verwachtingen. En de sausjes dat je er dan bij krijgt, of de dips, waar dat je je brood aan kan insteken, dat is echt overheerlijk. Ja, die bread service van Sanaa is legendarisch. Je krijgt zo'n 12 verschillende broodjes in, wat is het, een 20 verschillende dipjes of zoiets? En dat is op zich een maaltijd, hè? Ja, we wisten inderdaad niet of we hierna nog een maaltijd nodig gingen hebben, omdat onze serveerster ook vroeg van, ja, wil je nog iets bestellen van, want dat is eigenlijk een voorgerecht. Dus wat wil je van hoofdgerecht? Maar ja, wij vroegen ons ook af van, ja, moeten we nog een hoofdgerecht bestellen? Want dat voorgerecht was al heel veel. Heb je dan nog een hoofdgerecht besteld? Ja, toch wel. Omdat we toch even nog die smaken wouden proeven, hebben we toch nog wat rijst besteld. En dan kan je dan ook nog combineren met enkele... Ja, visgerechten samen ook in heel speciale sausen dat ze daar serveren. Nu we toch over het eten bezig zijn, je bent in Space 220 gaan eten, het nieuwe restaurant in Epcot. Je bent in Sanaa gaan eten. Welke andere restaurants heb je in Walt Disney World nog gehad? Be Our Guest. Be Our Guest in Magic Kingdom, dat is het park waar je de volgende dag naartoe ging, hè? Ja, klopt inderdaad. Be Our Guest stond eigenlijk vanaf in 2019 al heel hoog op mijn lijst, maar heeft eigenlijk niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Hoe komt? Omdat wat je eigenlijk op voorhand niet weet, is hoe dat je geplaatst wordt binnen het restaurant. En dat doet eigenlijk heel veel aan jouw ervaring binnen Be Our Guest. Kan je ook op voorhand niet weten. Het is namelijk zo dat als jij per koppel of per partij van twee personen bij Be Our Guest wilt gaan eten, dat je hele grote kans hebt dat je aan de zijmuren wordt geplaatst binnen de grote hal in het midden. En wat is daar het nadeel aan? Je zit eigenlijk heel donker, om het zo te zeggen. Plus ook, het beest komt dan op bepaalde momenten tijdens jouw maaltijd langs, maar gaat alleen maar de middelste tafels binnen die hal doen en gaat nooit aan de zijkant bij jou langskomen. Je betaalt eigenlijk wel voor ja, die experience, maar je hebt die niet volledig. En dan ben je ook in een van de resorts gaan eten, een seafood buffet, een Cape May Café in een Yacht & Beach Club. Ja, klopt. Vind ik oprecht nog altijd een van de beste prijs-kwaliteit plekken om in Walt Disney World te gaan eten. Je hebt all you can eat, verschillende soorten visgerechten. Je kan scampi's en alles wat hier in België super duur is, gewoon gaan bijhalen. En dat voor $45 ongeveer per persoon is echt wel een no-brainer in Walt Disney World. Lijkt me vier heel interessante selecties. Ik ben het eens trouwens met jou. Ik ben al een aantal keer in Be Our Guest gaan eten. En telkens ik er geweest ben, moet ik toegeven dat ik het een beetje minder vond dan de keer daarvoor. Ik heb het gevoel dat dit een restaurant is dat door zijn populariteit aan kwaliteit moet inboeten. Ja, klopt inderdaad. Hè. Omdat je nu ook je hebt een vast menu hè, waar dat je uit bepaalde voorgeschotelde keuzes een gerecht moet uit gaan kiezen. Maar als jij geen dessert of geen voorgerecht wilt, of dat je daar nu trek in hebt of niet, dan zal je die toch moeten betalen. We zitten terug in Be Our Guest, we zitten terug in Magic Kingdom. Eindelijk tijd voor het park met het kasteel. Eindelijk tijd voor het park met het kasteel. Vergelijkbaar met Parijs, maar toch ook wel een beetje anders, ook al staan er wel min of meer dezelfde attracties. Voor mij de grootste verschillen met de attracties in Parijs waren Big Thunder Mountain en Pirates of the Caribbean en It's a Small World. Oké, uiteraard drie oudere varianten waar dan telkens Parijs een modernere variant van gebouwd heeft. Bedoel je dit nu in het voordeel van Walt Disney World of in het voordeel van Parijs? Helaas voor Walt Disney World in het voordeel van Parijs. Ik heb gemerkt dat de varianten dat wij hebben staan in Parijs toch wel verbeterde varianten zijn tegenover Walt Disney World. Absoluut.
het eerste merkten we dat in Big Thunder Mountain. Je gaat ook merken dat je in Parijs veel meer een snelheidsgevoel gaat hebben, omdat je dan ook veel dichter langs de rotsen gaat. Hij rammelt ook een beetje meer in Walt Disney World. En bij Pirates vind ik dan de versie van World weer veel beter dan die van Parijs. Omdat de openingsscène waar je het schip ziet staan, heeft me zelfs... Ik heb hem 3 keer gedaan en hij blijft me telkens verbazen. Wat mij opvalt in Walt Disney World tegenover bij ons in Parijs, is Walt Disney World werkt veel meer met geuren. Wat je in Parijs bij Pirates veel minder hebt, wanneer er iets in brand staat, ruikt het ook echt alsof het in klopt, ja. Dat geeft een enorme meerwaarde aan het visuele aspect van die ride. Ik weet niet of dat aan een wetgeving ligt of dat gewoon iets is wat ze in Parijs veel minder doen. Maar inderdaad, de geureffecten in eigenlijk alle parken van Walt Disney World zijn een stuk sterker dan bij ons in Parijs. Hè? Ja, klopt. En in vele gevallen geeft dat dus een grote meerwaarde aan jouw ervaring. Waar had ik het wat minder bij? Dat was bijvoorbeeld bij It's a Small World. It's a Small World voor mij was een hele lang aanvoelende versie. Een beetje te lang. Ik vind Parijs een goede cadans hebben. Gaat goed vooruit. Maar die van World waren de langste 10, 15 minuten toch uit mijn leven. Wat vond je het hoogtepunt van een bezoek aan Magic Kingdom? De parade en toch wel Enchantment 's avonds. Ik heb het wel meer voor de visuelere dingen dan niet per se voor altijd de rides. Enchantment, ook daar moet ik zeggen, want ik heb hele grote voorliefde voor de twee voorgangers, Wishes and Happily Ever After. En ik moet zeggen, toen ik die in februari zag, was ik daar toch wel wat minder van onder de indruk. Maar goed, het voordeel van jou is, je hebt die voorkennis niet. Nee, en dat merk je ook, denk ik, een beetje vergelijkbaar met Parijs hier bij ons. De mensen die nu voor de eerste keer Illuminations zien, vinden dat een wow-show. De mensen die de shows ervoor hebben gezien, gaan die waarschijnlijk een stuk minder vinden. En ik was een van de mensen dat voor de eerste keer Enchantment zag en ik was blown away. En dat was voor mij wel het hoogtepunt van Magic Kingdom. Waar dat ook het grote verschil is, dat Enchantment vindt plaats niet per se om parksluiting van Magic Kingdom, wat dan in Parijs wel zo is. Ja, ik sprak onlangs ook met Glenn en Luister vanochtend in Pretparkland. Die was met jonge kinderen onlangs naar Disneyland Parijs geweest. En die vond het eigenlijk heel erg jammer dat daar de show telkens om 23 uur 's avonds was. En die zei van, voor kinderen is dat toch al heel erg laat. Dat is ook heel erg laat. En dat is op dit moment ook wel een beetje de reden waarom dat er redelijk wat kritiek op is. Een ander voordeel is dat het vuurwerk om 9 uur ervoor zorgt dat een heleboel mensen terug naar een resort gaan of terug naar de parkeerplaats. En jij dan nog een paar uur over hebt, achteraf, met relatief geringe wachttijden. Hè? Ja, klopt. De reflex na een parkshow is van voor vele mensen om het park te verlaten. Het is ook een beetje gesitueerd aan de parkingang. Dus je gaat heel gemakkelijk op dat moment jouw koets of jouw bagage nemen en naar de uitgang van het park lopen. Wat jou als verblijvende gast of blijvende gast in het park liever de mogelijkheid geeft om nog heel veel attracties met een zeer korte wachttijd te doen. Alright, dat was Walt Disney World. Je bent ook naar Typhoon Lagoon geweest. Hoe was dat? Zeer leuk. Een zeer leuk waterpark. Onlangs ook gerefurbished. Dat heeft hele leuke slides. Hebben we ook heel veel kunnen doen. Je bent ook niet verbonden aan lightning lanes. Je bent niet verbonden aan een parkreservatie. Je kan daar gewoon binnenstappen. Wanneer het jou uitkomt binnen de openingsuren natuurlijk. Als je er geraakt. Want het traject naar Typhoon Lagoon is wel een van de langere trajecten dat je met Disney Transportation kan doen. Ja, klopt. Je moet eigenlijk altijd naar Disney Springs gaan als hub. En vandaar eigenlijk opnieuw een bus nemen naar Typhoon Lagoon. Je kunt van bij de Mystery Resorts niet rechtstreeks naar Typhoon Lagoon gaan op dit moment, hè? Nee, klopt. Je moet, als je naar Typhoon Lagoon wilt gaan, moet je toch ongeveer een 40 à 50 minuten gaan uitrekenen. Als je geluk hebt dat de volgende bus die je dient te nemen ook al klaar staat, of dat je daar moet wachten om daar uiteindelijk te geraken. En ook in de omgekeerde richting ben je wel een beetje gebonden aan de enige manier, en dat is de bus, om terug naar jouw resort te geraken. Dat is trouwens iets nieuws sinds de pandemie voor alle duidelijkheid. Vroeger had je dus wel degelijk bussen die rechtstreeks naar Typhoon Lagoon en Blizzard Beach gingen vanaf elk resort. Maar omdat men daar nog altijd wat met beperkingen zit wat het aantal buschauffeurs en zo betreft, behelpt men zich op dit moment, tot op dit moment eigenlijk met die oplossing. En daar zijn inderdaad heel veel klachten over. Wij hadden geen auto. We hebben dat doelbewust gekozen omdat op dit moment de prijzen in Orlando voor autoverhuur enorm hoog zijn. Dus verdrievoudigd tegenover 3 jaar eerder. En één keer dat je in Walt Disney World zit, heb je die ook echt niet nodig?
het is makkelijk dat je op bepaalde momenten, als je bepaalde reservaties in qua dining en zo moet halen, geeft het jou wel wat extra tijd in de parken als je een auto hebt. Maar in andere gevallen is dat eigenlijk overbodig. Aan het eind van je reis ben je dan gaan logeren in Universal Studios. Maar tussen Walt Disney World en Universal Studios ben je nog naar Busch Gardens geweest. Ja, eenmaal dat je in Florida bent, kan je beter alle parken even meenemen. En Busch Gardens kon natuurlijk als achtbaanliefhebber niet ontbreken tussen de lijst. Je beschreef Busch Gardens daarnet als het park waaraan B&M vroeg van welke achtbaan wil je hebben, waarop Busch Gardens antwoordde ja. Ja, inderdaad. Er staat een hele uitgebreide selectie aan verschillende B&M coasters. Een hangende baan, een floorless B&M, een klassieke B&M. En ik moet toch wel toegeven dat het stuk voor stuk hele, hele leuke banen zijn. Maar wat ik natuurlijk over wil vragen, dat is Iron Gwazi. Dat was een oude GCI-coaster, maar die is onlangs wel steeds meer houten achtbanen onder handen genomen door RMC. Denk maar aan Untamed in Walibi Holland. En naast mij zit iemand die ik met jaloerse blikken aan kan kijken, want jij hebt Iron Gwazi gedaan. Ja, inderdaad. Ik heb hem zelfs 2 keer kunnen doen. Stop. En ik moet wel toegeven dat het een hele stevige baan is. Voor de mensen die Untamed al hebben gedaan, Untamed is hem vooral in de soepelheid en in de speciale elementen dat je kan doen. En op het einde dan de ejector airtimes, dus dat je uit de stoel wordt getrokken. Maar Iron Gwazi is toch nog wel een beetje apart. Het is een hele pittige baan met elementen dat ik nooit had verwacht dat ik in een achtbaan zou terugvinden. En zeker niet in een oude achtbaan zou terugvinden. En zelfs bij de tweede keer bleef ik het uitschreeuwen van plezier. En dan, helemaal aan het eind, Universal Studios. Gewoon eventjes voor we het over Universal Studios zelf hebben. Van hoe beviel die volgorde? Eerst Walt Disney World, dan Universal Studios. Ik moet eerlijk toegeven, ik had het anders gedaan. Ja, klopt. Moest ik het opnieuw doen en ik mocht het opnieuw organiseren. En het zou ook mijn eerste keer dan opnieuw zijn, dan had ik wel gekozen om Universal of SeaWorld in het begin te zetten en Busch Gardens en Disney World eigenlijk op het einde. Ik zou opbouwend gaan werken, want anders gaan bepaalde parken denk ik een beetje underwhelming zijn. Disney World zal zich altijd blijven plaatsen als het premiummerk rondom alle parken in Florida. Dat ga je ook echt voelen qua thematisatie, qua vriendelijkheid van personeel, qua efficiëntie. Als je dat eerst gaat doen en je gaat daarna naar de eerder reguliere parken, zal ik maar zeggen, dan ga je daar misschien wel aan frustreren. Was dat echt zo opvallend, dat verschil tussen de vriendelijkheid van het personeel bij Disney en bij Universal? Ja, toch wel. Toen dat wij in de Three Broomsticks, in het Harry Potter gedeelte, een maaltijd hadden bestellen en we hadden een vraag over een bepaalde dressing dat op een salade werd geplaatst, vroeg ik van ja, kijk, er waren 4 keuzes. Kan je mij even zeggen wat daarin zit, ook qua allergie en zo. En het enige wat de kassa-medewerker voor mij deed, was gewoon de kaart nog even opnieuw voorlezen, alsof ik zelf die capaciteit niet had. Bij Disney halen ze er letterlijk bijna de kok van het restaurant bij, die vervolgens haarfijn gaat uitleggen wat allemaal de ingrediënten zijn, hè? Inderdaad. En nog enkele interacties met andere castmembers, als ik ze zo mag noemen, bij Universal, gaven toch wel een andere sfeer dan dat je die bij Walt Disney World gaat ervaren. Het zijn fantastische parken bij Universal. Ik ga er heel graag, maar ik merk dat ik het minder lastig heb om vakantie naar Orlando te boeken en Universal over te slaan en dan alleen maar in Walt Disney World te zitten, dan dat ik pakweg 10 of 15 jaar geleden zou denken. De behoefte om Universal op te nemen in een jaarlijkse vakantie in Orlando, die is niet zo groot als ik zou denken. Nee, en dat kan ik ook begrijpen als je daar al meerdere malen bent geweest. Voor je eerste keer zou ik hem absoluut niet overslaan. Absoluut niet. Absoluut niet. Het is samen met Disney een van de mooiere themeparks dat je in de wereld kan vinden. En het heeft enkele gebieden en enkele rides die je zeker niet mag overslaan. Misschien eerst eens de Universal Studios. Hoe zijn die bevallen? Ja, als je van Disney komt, dan vallen die een beetje anders dan je die verwacht. Die zijn veel drukker. Universal Studios is kleiner, de twee parken zelfs samen en de City Walk. Dat is het uitgangsgebied dat je aan de buitenkant vindt van de beide parken. Zoals Disney Springs in Disney World. Voelt allemaal een stuk drukker aan. Ga je dezelfde mensen of het aantal mensen van Universal in Disney plaatsen, gaat het veel rustiger aanvoelen dan je die in Universal gaat ervaren. Ik denk dat dat ook met andere dingen te maken heeft. Universal thematiseert gewoon drukker. Zorgt voor veel meer visuelere impulsen dan Disney. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de muziekkeuze die overal in het park speelt. Die is een stuk aanweziger dan de muziekkeuze van Disney.
Ja, klopt. Hè. In Disney is er veel meer op de achtergrond, is rustige muziek bezig en brengt jou ook een beetje meer in de sfeer van de plek waar je op dat moment bent. En bij Universal merk ik dat er veel meer een loop, merk je echt duidelijk dat er een loopje is aan het draaien. En als je daar voor een langere tijd gewoon bent, of je wandelt daar nog eens door, ja, merk je ook hoor dat je telkens keer diezelfde muziek opnieuw hoort. Een aantal jaren geleden had ik een zonneslag opgelopen in Orlando. Oké, Sunshine State op zich niet zo opzienbaar, maar ik had echt heel veel last van hoofdpijn en ik wou eventjes gewoon een rustig plekje opzoeken. En terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk is om in elk park in Walt Disney World een rustig plekje te vinden, leek dat schier onmogelijk in de parken van Universal. Dus uiteindelijk hebben we dan maar een boot genomen van Universal naar een van de resort hotels, omdat daar wel rustig was. Maar de parken zijn overal echt wel heel erg druk, van begin tot eind. Ja, klopt inderdaad. Hè. Bij Disney heb je veel meer plekken waar je even tot rust kan komen. Even in de schaduw of even in de airco kan gaan. Ja, bij Universal voelt dat allemaal meer bij elkaar gepropt. En dat maakt natuurlijk wel dat je het gevoel hebt dat het allemaal meer koppenlopen is. Dat de wachtrijen langer aanvoelen, ook al is dat niet per se zo. Maar desondanks haalt dat niet weg dat er enkele ongelooflijke attracties staan die dat, wanneer dat je zelfs de minste van die rij in Europa zou plaatsen, nog de topattractie zou zijn. Absoluut, en zeker ook een aantal attracties die beter zijn dan sommige gelijkaardige attracties in Disney. Dus wat dat betreft, het is niet dat ik neerbuigend over Universal. De ervaring is gewoon heel anders en ik voel mij een stuk meer op mijn gemak in Disney dan in Universal. Islands of Adventure is waarschijnlijk het park waar je het meest hebt uitgeleefd, hè? Ja, daar heeft Universal toch de meer nieuwere attracties geplaatst. Wat het ook wel een beetje nodig was in dat park. En daar heb je bijvoorbeeld, om rustig te beginnen, aan de ingang van het park de Hulkcoaster en Spider-Man in het Marvel-gedeelte. Het is wat je rustig noemt. Ja, het is een drukke plek, maar we hebben dan Spider-Man er eventjes bijgenomen. En dat blijft toch een ongelofelijke ride. Het is ook geloof ik dat Spider-Man ondertussen al bijna 25 jaar oud is, hè? Ja, ik heb het eventjes in het park moeten opzoeken. Maar, en ik verschoot toen dat ik zag hoe oud dat die ride al is. Die is al enkele malen gereviseerd met nieuwe 3D-animaties. Je krijgt voor alle duidelijkheid een 3D-bril op. En je zit in een motion vehicle dat ook een bepaalde track volgt. En die dan ook, zoals bijvoorbeeld bij Ratatouille, op zichzelf kan bewegen. Maar op een bepaald moment in Spider-Man word je eigenlijk omhoog getild. Of dat gevoel heb je alleszins toch? En dat is niet echt, hè? Nee. En ook dat heb ik even opgezocht. Want ik dacht echt, ja, je wordt omhoog getild. En ik keek ook rond en ik zag mijn karretje niet omhoog gaan. En ik dacht, dat is zo goed gedaan met het scherm samen. Zeg, dat betekent ook dat jij de Velocicoaster hebt kunnen doen in Jurassic World. Ja, ik heb Velocicoaster inderdaad kunnen doen aan een vrij goede wachttijd. Ongeveer 50 minuutjes voor moeten wachten. En wat een baan is dat. Vele mensen gaan hem vergelijken met Taron. Komt ook van dezelfde fabrikant. Maar het is een andere baan. Ik wil ze niet graag tegenover elkaar zetten en zeggen hij is beter of hij is beter. Maar ik wil eerder zeggen dat ze elk hun eigen uniekheid hebben. Waar een Taron eerder goed is in het bochtenwerk en vooral de thematisering er rond. De rotsen van Kloegheim. Bij Velocicoaster heb ik echt momenten gehad waarop ik het gevoel had, ja, nu vlieg ik gewoon uit die stoel en ik ben gewoon weg. Dat gebeurt natuurlijk niet echt, maar daar moet je in Orlando voor in andere parken zijn, hè? Juist, ja. Ja, ik moet wel zeggen, het heeft unieke elementen. Het is ook een lange coaster, heeft ook twee launches, net zoals Taron. Maar het is meer gebaseerd op het langere. Taron is veel meer door elkaar en in elkaar qua baantrack, waar Velocicoaster eerder uitgestrekt gaat zitten. En jou door bepaalde elementen meer rechtdoor gaat laten rijden dan dat je heel veel bochtenwerk gaat hebben. Maar absoluut een van de betere coasters daar. Ja, inderdaad. Samen met Iron Gwazi en Manta toch een van de hoogtepunten qua coasters in Orlando. Vat ik het goed samen, leukste bestemming in Florida, Walt Disney World. Maar voor de coasters moet je daar niet zijn. Nee, absoluut niet. Voor de coaster moet je niet in. Allee, vooralsnog tot nu toe. Hè, binnenkort bij de opening van Guardians of the Galaxy en Tron misschien wel. Maar op dit moment moet je in Walt Disney World niet zijn voor het coastergeweld. Dan zou ik eerder Universal of Busch Gardens hiervoor aanraden. Zeg, je was ook resortgast in Universal Studios. Je hebt overnacht in Cabana Bay, een van de resorthotels daar. Vergelijk je verblijf in Universal met je verblijf in Walt Disney World.
ja, desondanks dat je zou denken dat het een beetje hetzelfde is. Je blijft on property, dus je zou denken in de bubbel van het respectievelijke resort, voelt het toch wel anders aan. Wij hebben ongeveer evenveel betaald voor Pop Century als voor Cabana Bay. Maar de afwerking vind ik toch wat ondermaats bij Universal, waar dat je bij Pop Century eigenlijk in een lagere klasse zou vallen dan bij Cabana Bay. Vond ik toch Cabana Bay niet aan dezelfde kwaliteit als een gerenoveerde kamer in Pop Century. En waar lag dat dan aan? Het zit hem eigenlijk altijd in de details. Alles in Orlando zit hem in de details. En net in dat hotel was het exact hetzelfde. Bepaalde handvaatjes waar je aan kan vastnemen om uit het bad te stappen. Daar was de afwerking bijvoorbeeld van losgekomen. Daar zag je de vijzen erachter in de muur steken. Er was bijvoorbeeld vuil in het bad van vorig gebruik. De kastdeur, de kleerkastdeur, waar dat je de strijkplank en je kluis vindt, hebben wij niet kunnen gebruiken. We namen de kastdeur vast en we hadden de kastdeur in onze hand. Dus dat is niet iets wat ik verwacht in een moderate class van een hotel. En bovendien ook een hotel dat niet eens zo gek oud is eigenlijk, hè? Nee, ja, het is gebouwd, als ik me niet vergis, in 2015 of 2017. Dus het is ongeveer een 5 à 7 jaar oud. En dat is, gezien dat Pop Century pak ouder is, zou je dat echt niet mogen verwachten van zo'n leeftijd. En ik denk niet dat het zozeer zit in het feit dat het van slechte kwaliteit gebouwd is, maar je merkt gewoon dat er in Universal toch minder geld wordt gestoken in het onderhoud van die kamers. Stel, je mag deze reis opnieuw maken. Wat zou je dan anders doen? Voor ons hebben wij daar even over nagedacht. En voor ons is het niet meer zo noodzakelijk om voor een tweede keer naar een Busch Gardens of naar een SeaWorld te gaan. Tenzij dat er iets noemenswaardig gebouwd wordt. Voor ons was het hoogtepunt van de Orlando-reis een verblijf in Disney World. En mits dat Universal niet te druk is, kan je daar zeker ook wel even langs gaan. Maar dat verplicht jou niet om bij Universal te gaan slapen. Dus eigenlijk hoor ik je nu zeggen, voortaan zou ik misschien mijn volledige vakantie in Walt Disney World boeken. En vanuit Walt Disney World misschien af en toe eens een Uber richting Universal nemen. Absoluut. Dat is zeker iets wat ik dan voor een tweede keer anders zou doen. Omdat wij toch merken dat het meeste deel van de magie in Disney World zit. En mits de drukte wat meevalt, je die zeker ook bij Universal kan terugvinden. Laatste vraag. Dit was je eerste keer. Hoe lang gaat het duren voor je er een tweede keer komt? In deze podcast kan ik dat niet bevestigen, maar ik denk dat het... Er zijn luisteraars die meeluisteren. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat dit wel binnen de eerste 5 jaar toch nog wel op de planning zal komen. Let op, Nicky. Orlando is verslavend. Ja, het is inderdaad verslaving. Je hebt het mooie weer, je hebt de prachtige thematisering, de Amerikaanse vriendelijkheid, wat je hier in heel veel andere Disneyparken niet zal terugvinden. En we noemen geen namen. We noemen geen namen. En dat is toch wel iets dat je echt het vakantiegevoel en echte magie kan brengen, wat dat een Europees park mij tot nu toe nog niet heeft kunnen brengen. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.